Hoofdstuk 27, les 1, openingsstrategie. Nieuw hoofdstuk, opening en middenspel, althans nieuw, ik heb het eerder behandeld. Ik werk naar stap 6, eerst samenvatten de opening. Fases in het schaakspel, drie fases. Fase 1, de opening, je moet je voorstellen ongeveer de eerste 10 à 12 zetten, ongeveer. Met stukontwikkeling en koningsveiligheid. Daarna volgt het middenspel, dat is feitelijk daar waar het gevecht plaatsvindt. Strategie, tactiek en koningsaanval, kom ik later op terug. En als je er aan toe komt, het eindspel, fase 3. De koning gaat actief deelnemen, of de koningen gaan actief deelnemen. Het eindspel, de meeste stukken zijn dan van het bord verdwenen. We gaan naar de opening. Openingsstrategie, dit zijn de zogenaamde drie gouden regels, gebezigd in de KNSB stappenmethode. 1. Zet een pion in het centrum. 2. Ontwikkel je stukken richting het centrum. Centrumcontrole gaat het over. En vooral 3. Breng je koning in veiligheid. Zet een pion in het centrum. Pionnen onderscheiden we in centrumpionnen, de E en de E, de D en de E pionnen. En de flankpionnen, eventueel nog de randpionnen, de A en H pionnen, maar belangrijk zijn de centrumpionnen. Zet een pion in het centrum. Dat heeft wit hier gedaan met E4. Controle van het centrum. Belangrijk centrumveld, D5. Dit is het centrum, heb ik meer verteld. Ook dit veld, F5. Dit zijn velden waar geen zwart stuk naartoe kan worden gespeeld. Controle van het centrum. En ook doet deze zet mogelijk maken van stukontwikkeling. Deze loper en de dame. Goeie zet dus. E4. Zwart doet een dergelijke zet terug met E5. Controleert daarbij het centrumveld D4. Eventueel ook nog F4. En ruimte voor deze stukken. Een andere populaire opening is D4 met Z1 pion in het centrum. D4. Controle van het veld E5 nu. Zwart doet D5 terug en controle van het centrumveld E4. Verschil is wel met D4 in plaats van E4. De dame heeft iets minder mogelijkheden om te ontwikkelen. Met E4 was het over de diagonaal. Deze loper moet nog even blijven staan. Wel is ontwikkeling van deze loper mogelijk. Verschil tussen E4 en D4 kom ik later op terug. Nog wel even E4. En in plaats van E5 speelt zwart nu H6, een zogenaamde passieve pionzet. In dat geval speelt wit direct D4. Controle van het centrum nu. Deze velden. Belangrijk is het centrum en zwart controleert niets, althans niet het centrum. Belangrijk is het centrum. H6 is dus niet goed. Nu hoeven we niet direct in de eerste zet één pion in het centrum te zetten. Dat kan ook later. Voorbeeld met G3. Geen pion in het centrum dus direct. Het zij E4, D4, maar dat komt later. We zien wel dat zwart dat doet. Pion in het centrum met D5. Loper G2, paard F6 en alsnog in de derde zet D4, controle van het centrum, E5. Alleen dan iets later, we moeten wel het centrum controleren met een pion, vroeg of laat. Dat kan zelfs zonder een pion in het centrum te zetten, in de eerste zet zelfs een pion aan te raken. Dit is paard F3 in de eerste zet, zwart doet wel een pion in het centrum, D5. Nu valt wit met C4 het centrum aan. D5. De pion staat wel ongedekt. Zwart besluit tot slaan. En alsnog hier zet een pion in het centrum met controle van het centrum. Nu zeg je van, nu heeft zwart een pion gewonnen. Dat is niet zo erg, want die pion is makkelijk terug te winnen. En wit heeft twee centrumpionnen over en zwart heeft er één prijs gegeven. Die pion is makkelijk terug te winnen, dat laat ik hier niet zien. Tot zover de pion. We gaan naar de stukken. Zet dus één pion in het centrum, vroeg of laat. Ontwikkel je stukken richting het centrum. Ja, over de stukken eerst even terug naar de activiteit. Paard in het centrum, dit heb ik meer verteld. Deze velden te bestrijken. Actief paard hier. Dit paard staat in de hoek minder actief. Slechts deze twee velden tot zijn beschikking. Dit paard staat minder actief dan dit paard. Iets dergelijks kunnen we zeggen over de loper. Hier een zwarte loper
in het centrum met 13 velden, tels op, te beheersen. En deze loper staat in de hoek, slechts 7 velden. Actieve loper in het centrum. Dan, hoe ontwikkelen we de stukken? Het gaat over stukken. Stukken zijn de paarden en de lopers. De paarden in de beginstelling, bij voorkeur naar F3, F6, C3 en C6, laat ik zo zien. De lopers, dat zijn de andere stukken. Dit noemen we ook wel de lichte stukken. De zwaardere stukken zijn dan de torens en de dame. Paarden en lopers zijn de stukken. Paard ontwikkelen. Dit heb ik laten zien, E4, E5. En u ontwikkelt dit paard vanaf G1 naar F3. Dat is een goede zet. Ontwikkel je stukken richting het centrum, dat doet wit hier. Natuurlijk veld, paard F3, valt daarbij aan en ongedekte pion en ook controle van het veld D4. Goeie zet dus. Zwart doet iets dergelijks terug, paard C6, dekt daarbij de pion op E5 en ook controle van het veld D4. De zogenaamde natuurlijke velden voor de paarden F3, F6, C3 en C6... Zo zien we dat ook voor dit paard naar C3 en dit paard naar F6. Die paarden kunnen ook, bijvoorbeeld dit paard naar E2, dat kan, maar staat hij minder actief. Niet naar de buitenkant, naar H3, daar staat hij niet actief. Dit paard kan bijvoorbeeld ook nog naar D2, dat komt veel meer voor dan paard E2. In bepaalde openingen kom ik later op terug. Natuurlijk veld dus voor dit paard en dit paard. En centrumcontrole. Gezien. Dan de loper. Ja, de lopers is een keuze. Dit veld beschikbaar. Dit veld zou ik niet doen, want daarbij kijkt hij tegen zijn eigen pion aan en vooral blokkeert de belangrijke D-pion. Dit is passief. Dit is goed. De loper wordt naar het centrum ontwikkeld, kijkt daarbij naar het centrumveld D5 en valt ook nog een zwakke pion aan op F7. Staat slechts door de koning verdedigd. Goeie zet dus lopen naar C4 en zwart doet iets dergelijks met een loper C5. Kijkend naar dit centrumveld, D4 en ook valt het deze pion aan. F2 staat slechts door de koning verdedigd. Dat hoeft niet op deze manier. De lopers kunnen ook anders worden ontwikkeld. Dit is een voorbeeld, D4, paard F6. Zogenaamde indische opening, paard F3, D5, E3. En nu speelt zwart G6 ter voorbereiding van loper G7. Paard C3 heb ik eerder gezegd, natuurlijk veld. En nu dan loper G7. Dit noemen we het zogenaamde loper fianchetto. Indirect kijkend naar het centrum. Dus we hoeven niet per se de loper hier te plaatsen of hier. Kan ook zo. Dan de koning. Dus ontwikkel je stukken richting het centrum, breng je koning in veiligheid, dat is belangrijk. De koning is het belangrijkste stuk, daar gaat het eigenlijk over. Weer deze opening, E4, E5, paard F3, paard C6 heb ik laten zien. Dit is de zogenaamde Italiaanse opening met loper C4. Loper C5, dat heet de Gioco Piano, niet zo interessant. En hier rokeert wit. En waarom is dat belangrijk? De koning wordt veilig opgeborgen achter de pionnen. Ook wordt de toren in het spel gebracht. En wat ook belangrijk is, we zagen net, de koning dekte slechts de F-pion. Nu helpt de toren mee. Staat 2-maal verdedigd. Dus een meerdere in één zet de rokade. Zwart kan dat ook doen. Eerst moet dan het paard ontwikkeld worden. Wit doet C3 en zwart rokeert. De rokade. Dit noemen we de zogenaamde rokadestelling. Met ook het paard hier, als verdediger van H2. De rokade stelling, kom ik later op terug. Ja, rokeren is belangrijk. En als beginner, altijd rokeren. En rokeren op het juiste moment, ja, daar valt het een en ander over te vertellen. Ik heb een mooi voorbeeld over te vroeg rokeren. Maar dat bewaar ik tot de koningsaanval. Dat gaat hier namelijk te ver. Wel een voorbeeld van te laat rokeren. Ja, wit staat hier schaak. En dit kunnen we nauwelijks een opening noemen. Dit is meer het middenspel. Er zijn een aantal stukken van het bord verdwenen.
Wit staat schaak en bij de rokade regels weten we dat wit niet mag rokeren als het schaak staat. Het kan opzij. Ja, een nadeel is dan, de toren staat in de hoek en kan moeilijk in het spel worden gebracht. Dit is dus een nadeel. En wit heeft blijkbaar eerder zetten gedaan waarbij het vergeet te rokeren. In de opening moet je rokeren en dit is te laat. Zwart is hier in het voordeel. De loper kan nog tussen plaatsen, maar dan slaat het paard. En daarna met de pion slaan alsnog de toren hier. En het paard is uit de boze. Spelen. De loper slaat de loper of de toren slaat gewoon het paard. Dan tenslotte naar opening afmaken. Wanneer gaat de opening over in het middenspel? Dat is wat lastig te zeggen. Daar zijn vele discussies en boeken over geschreven. De opening afmaken. Nou, dit is een voorbeeld. E4, E5. Dit heb ik laten zien. Paard F3, paard C6. Loper C4, de Italiaanse opening. De Giocco Piano. C3 komt fel voor in die opening. Paard F6, natuurlijk veld. Paard F6. Hier valt wit het centrum aan met D4. E slaat D. C slaat D. En de loper gaat weg. Wit rokeert. Zwart rokeert. Zo hebben we ongeveer wel aan openingsregels voldaan. Ontwikkel je stukken. Zet een pion in het centrum en rokeer. Breng je koning in veiligheid. Nog niet alle stukken hebben een juiste plek gevonden. Deze loper en dit paard moet nog. Goed veld voor de loper hier. G5. Pent daarbij het paard naar de dame. Paard zou anders de pion kunnen slaan. Zwart doet D6 met mogelijk maken van deze loper te ontwikkelen. Dit is gevaarlijk. Dus vandaar dat wit even dit doet om dit te voorkomen. Om het paard te pennen. De loper gaat dan naar D7. Minder actief. Dan dit paard nog naar C3 is prima. Dame in het spel. Ja, de dame moet een beetje in de buurt blijven. Niet direct ergens hier plaatsen. Dat is gevaarlijk. Kom ik op terug in les 2. De toren moet wel even deze pion dekken, anders staat er tweemaal aangevallen. En dat is ongeveer de opening afmaken. Deze dame zou hier of hier naartoe kunnen. En dan zeggen we, wanneer is de opening af als de torens verbonden zijn? Dan moet de dame hier nog naartoe om de torens te verbinden. Dat is ongeveer de regel. De opening is af als de torens verbonden zijn. En daarna begint het middenspel. Tot zover de fases in het schaakspel met de opening. We gaan naar openingsfouten, daar zijn er velen van.